Hallo allemaal, welkom bij de Spellenreporter. Mijn naam is David en in dit filmpje ga ik jullie Kent Stop uitleggen. Een klassiek spelletje, net als in het vorige filmpje wat ik maakte over Take 5, is ook dit spel te vinden en heb ik het daar geleerd op Board Game Arena. Maar ook nu vond ik deze wel zo leuk dat ik daar wel het fysieke spel van wil hebben. Het is een zogeheten push your luck spelletje. Je gaat dobbelen en dat ga je net zo lang doen tot je stopt of dat je afgaat. En je gaat proberen met je bergbeklimmertjes naar de bovenkant van de berg te komen. Dat doen we over verschillende paden, elk met zijn eigen nummer. En wie als eerste 3 keer met een poppetje bovenaan een van de bergpaden komt, die is de winnaar. Laten we maar snel gaan kijken hoe het gaat. En ook dit spelletje is weer lekker eenvoudig om uit te leggen. In deze versie is het bord trouwens dubbelzijdig. Je hebt een nachtkant en een overdagkant. Maar daar zit qua spel verder geen verschil in. Het is maar net wat je leuker of mooier vindt. Elke speler krijgt een setje steentjes in zijn of haar kleur. Je gaat even dobbelen wie de startspeler is. En de startspeler die krijgt de 3 bergbeklimmers. En daarna ben je gewoon ons de beurt met de klok mee aan de beurt. De berg bestaat uit 11 paden. 11 paden naar de top, 11 touwen. En daar moeten we langs gaan klimmen. En de speler die als eerste 3 keer bij een van de toppen is aangekomen, die is de winnaar. En zoals je ziet, die bergen hebben allemaal hun eigen cijferreeks. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nou, je gooit als je aan de beurt bent alle 4 de dobbelstenen. En daarna moet je daar even 2 setjes van gaan maken. En de nummers die je daarmee maakt, dat zijn de paden waarop je je bergbeklimmer 1 stapje vooruit mag gaan zetten. Je kan bijvoorbeeld kiezen om een 7 te maken en een 8. Zet ik 1 bergbeklimmer hier op de 7 en 1 bergbeklimmer hier op de 8. Nadat je gedobbeld hebt en de bergbeklimmers hebt neergezet, mag je altijd kiezen of je stopt of je gaat nog even door. Nou, ik heb nog 1 bergbeklimmer over en er zijn nog allemaal lege paden, dus we gaan gewoon nog een keertje gooien. 7 of 8 kan ik niet maken met deze worp, dus ik zal nu mijn 3e bergbeklimmer in moeten gaan zetten. En dan kan ik dus gaan kiezen, ga ik die op de 5 inzetten of ga ik die op de 6 inzetten of gaan we die op de 2 inzetten. Nou, de 2 is de kortste route samen met de 12, omdat je dat ook minder vaak gaat gooien als je met dobbelstenen gooit, is dit de kleinste kans dat je 2 of 12 gooit. Laten we een gokje wagen, we gaan hem op de 2 zetten. En met die 6 kan ik dus niks doen. En nu ook weer mag ik zeggen of ik stop of ik ga door met gooien. Als ik nu stop, dan haal ik de poppetjes van het bord af en dan zet ik op de plek waar de poppetjes stonden, leg ik mijn fiche. Gooi ik dan later in een volgende beurt weer een 7... Dan mag ik vertrekken vanaf mijn fiche en hoef ik dus niet meer onderaan te gaan beginnen. Maar ik kan natuurlijk ook zeggen, nou, ik ga nog even door. Nadeel is nu, als ik nu iets gooi en ik kan geen van de 3 poppetjes verplaatsen, gaan ze alle 3 van het bord zonder dat ik die fiches neer mag leggen. En dan ben ik dus al mijn vooruitgang van deze beurt verloren. De kans dat je een 7 of een 8 kan maken met 4 dobbelstenen is wel vrij groot, dus we gaan gewoon nog even door. Nou, ik kan 4 maken, heb ik niks aan. En ik kan een 6 maken, heb ik niks aan. Gelukkig kan ik nog wel een 8 maken. Dus ik mag dit poppetje eentje vooruit zetten. Soms heb je geluk en maak je 2 dezelfde setjes. En dan zou je dus hetzelfde poppetje 2 keer vooruit kunnen zetten. Dit ging maar net goed, dus laten we het voor de zekerheid eens even zeggen dat ik ermee stop. Dan vervang je al je bergbeklimmers voor fiches in jouw kleur. Dan is mijn beurt klaar. En gaan we naar de groene speler. De groene speler krijgt de 3 bergbeklimmers en die gaat nu ook beginnen aan zijn expeditie. Die gaat bijvoorbeeld voor de 4 en de 10. Nou, poppetjes gezet, dus je mag nu stoppen of doorrollen. We rollen even door. Hij kan weer een 10 maken en dan blijven we hier met een 5 zitten. Dus deze bergbeklimmer begint nu op de 5 en op de 10 mag hij 1 stapje vooruit. Ik heb een poppetje vooruit kunnen zetten, dus we gaan gewoon nog even lekker door. We kunnen geen 10 maken, we kunnen wel 5 maken of 4. 4 is de kortste weg, dus we gaan gewoon lekker voor de 4 en we gaan eentje vooruit. Nou, stel dat groen nu ook denkt, ik vind het wel best geweest, vervang je de bergbeklimmers voor de fiches in die kleur. En dan is vervolgens bijvoorbeeld geel aan de beurt. Geel maakt 6 en 2 en ondanks dat hier al iemand ligt, is dat geen enkel probleem en mag je daar gewoon je bergbeklimmer op zetten. En geel op de 6. En stel dat geel nu stopt, dan legt hij zijn fiche gewoon op die 2. Is geen enkel probleem, je mag gewoon bij elkaar op het vakje eindigen en daar je kamp op slaan. En geel gaat bijvoorbeeld voor de 9.
Nou hoop ik dat ik even iets ga gooien, zodat ik niet meer kan. Maar ik gooi een 9, dus ik kan nog deze vooruit zetten. Weer een 9, dus we gaan nu wel hard op dit spoor. Dat is misschien ook wel weer een leuke tactiek. Gewoon zo snel mogelijk proberen vooruit te gaan op één spoor. Ook hier kunnen we weer een 9 van maken, dus we gaan lekker door. Maar nu is geel af. Geel heeft een probleem, heeft te lang doorgegaan zonder te rusten. Want we kunnen geen 2 maken, we kunnen met deze combinatie geen 6 maken en we kunnen geen 9 maken. Hoe we de dobbelstenen ook combineren, die getallen zijn niet mogelijk. Dus geel is af. En wat betekent dat? Alle bergklimmers gaan door naar de volgende speler. En geel mag geen fiches neerleggen. Stel dat blauw nu aan de beurt is. Kan blauw hier mooi de 8 maken. En blauw hoeft nu niet aan het begin te beginnen, maar die mag verder vanaf waar die gebleven was. Dus blauw was hier al één stapje vooruit, dus die kan gelijk door vanaf dit basiskamp door naar de volgende stap. En die 12 kan hij dan nog gebruiken om een nieuw pad te gaan beginnen. Dus dat is het hele idee. Je gaat dobbelen net zolang tot je niet meer kan of niet meer durft. Stop je vrijwillig, dan mag je de bergbeklimmers vervangen voor fietsjes en kan je vanaf de volgende beurt weer verder gaan met spelen. Gooi je een combinatie waarmee je geen bergbeklimmer kan verzetten, dan ben je af en verlies je al je voortgang voor die beurt. Lukt het de speler om met een bergbeklimmer op het bovenste vakje te komen bij de tent? Stel groen is dat gelukt, dan leg je een kleurtje op die tent en betekent dat deze baan vanaf nu niet meer bezet kan worden door bergbeklimmers. Dus alle fiches gaan er vanaf. Deze bergtent is bereikt, hier valt geen eer meer te halen en dit mag niet meer bezet worden. Betekent dus ook als je een 4 gooit dat je daar niks meer aan hebt. Dus hoe meer bergtenten er bezet gaan worden, aan hoe minder worpen je eigenlijk nog wat hebt. 7 gooi je natuurlijk gemiddeld het meeste, 6 en 8 ook daarbij. Dus die doe je langer over om de top te bereiken. Terwijl met 3x2 of 3x12 ben je ook al aan de top van een van de bergen. Dus je hebt en de afweging die je moet maken, durf ik nog verder te gaan? Heb ik nog genoeg kans, denk ik, dat mijn bergbeklimmers vooruit mogen gaan? En daarnaast zul je dus moeten gaan kiezen welke combinatie je gaat maken. Ga je voor een lekkere korte route? Als het je lukt om dat snel te gooien achter elkaar, is dat perfect. Maar met 6, 7 en 8 neem je natuurlijk een veel veiliger route, omdat je dat vaker zal gaan gooien. Maar je bent dus ook langer bezig, heb je meer stappen nodig, meer beurten om dat te bereiken. Dus dat zijn de 2 leuke afwegingen die je moet gaan maken. En zeker als één speler al 2 bergtoppen bereikt heeft en onderweg is naar zijn of haar 3e bergtop, dwing je daarmee ook de andere spelers om toch wat meer risico te gaan nemen. Want je moet toch zorgen dat jij als eerste 3 bergtop bezet hebt. En dat is hoe Kent Stap gaat. Lekker simpel, lekker eenvoudig, maar wel spannend. En hoe ver durf je te gaan met dobbelen? En je zult echt wel potjes hebben dat je na 2 of 3 beurten alweer af bent. En dat je een hele tijd voor niks aan het spelen bent. Maar dat is het risico. Mochten jullie nog vragen over Kent Stap hebben, stel die dan gerust in de comments hieronder. Of stuur even een mailtje naar despellereporter@gmail.com. En misschien kom ik jullie bij dit spelletje nog wel eens tegen op Board Game Arena. Mijn naam is David, bedankt voor het kijken. En graag tot een volgende keer.